Nou, daar is hij dan eindelijk. Mijn pakketje van Notebook Therapy. Ik had al eerder verteld dat ik twee notebooks had besteld bij ze. Omdat Archer en Olive natuurlijk niet zo makkelijk meer te verkrijgen is in Nederland, dacht ik, ik ga kijken of dat wat is. Nou, er zit een heel verhaal aan vast. Dat zal ik eerst even doen. Op 24 februari heb ik deze bestelling geplaatst. En je krijgt dan een e-mail met binnen 7 dagen krijg je je verzendbewijsje. Dan kan je je track and trace code ook, zodat je kunt kijken waar die is. 7 dagen later had ik geen track and trace code. Dus op 4 maart heb ik een mailtje gestuurd. Van joh, bedankt voor je bestelling heb ik niks meer van jullie gehoord. Hoe staat het ermee? Is die al verzonden? Toen kreeg ik excuses. We sturen je zo snel mogelijk een verzendbewijs. 8 maart had ik nog steeds niks. Het was die e-mail, ze antwoordde vrij snel, dus dat was wel mooi. Alleen, nog steeds geen verzendbewijs. Dus we waren op 24 februari besteld en we zitten inmiddels op 8 maart nog niks. Dus toen heb ik een e-mail gestuurd van ja, joh, dan niet. Zullen we cancel de boel maar, want dit duurt me echt te lang. Ik ga niet 2,5 week wachten tot je iets gaat versturen. En toen komt het opeens heel snel. Toen kreeg ik dezelfde dag nog een verzendbewijsje. Alleen was het toen nog niet verzonden. Het label was gecreate. Dus het duurt even voordat ze het uiteindelijk verzenden. Nu heb ik hem ongeveer op de 24ste van maart binnengekregen. Dus uiteindelijk ben je dan een maandje, moet je wachten. Nou, dat is niet zo gek. Dat heb ik bij Archer en Olive ook wel gehad. Alleen het feit dat het gewoon niet verzonden werd en dat ik moest dreigen eigenlijk met cancel de boel maar, dat vond ik jammer. Dat het toen ineens wel verstuurd kon worden. Dus daar hebben ze nog wel iets te doen. Ik wil echt niet 2 weken wachten op iets wat verzonden moet worden. Ik vind het prima als het zo lang onderweg is. Maar laat mij wel even zien dat het onderweg is. Dus wat dat betreft ben ik niet zo heel erg tevreden over Notebook Therapy. Customer service is daarentegen wel oké. Ik bedoel, ze zijn heel vriendelijk en goed mee te communiceren. Dus dat, wat dat betreft wel tevreden. Ik heb 2 journals gekocht en 2 limited editions. Ik ga ze zo met jullie uitpakken. Ik moest €55 betalen. Dollar betalen, denk ik. Oeh. Ik weet het niet meer. Ga ik nog even nazoeken. Ik had de code van Bullet Journal bij Danique gebruikt. Zodat ik nog 10% korting had. En je betaalde toen op dat moment geen verzendkosten. En ik moest bij de douane nog €8 betalen. Dus de inklaringskosten waren €8,17. Nou, vind ik heel erg meevallen. Dus wat dat betreft wel prima. Alleen het verzenden kan gewoon een beetje sneller. Ik ga jullie omdraaien, want dan kan je ook zien wat ik heb gekocht. Nou, wat heb ik dan gekocht? Eens even kijken hoe deze makkelijk overgaat. Dat is een vrij simpel systeempje. Zo. Bubbeltjes plastic. Wel handig, want ik heb ooit 1 keer eerder besteld. Die review staat wel ergens online. Als ik hem kan vinden, zal ik hem hierboven nog even linken. Maar toen was hij in een envelop verzonden en toen was hij echt helemaal de doos helemaal ingedeukt. En ik hou van dit soort dozen, dus dat vind ik dan altijd jammer. Een kaartje. Verder niks bijzonders. En 2 journals. Eentje met een rosé. Kijk eens in beeld. Ja. Rosé randje en eentje met een gouden randje. Ik ga even nog wat prutsen. Zo. Dat is beter. Laten we eens even een schaar pakken. En dan gaan we eerst de rosé doen. Want ik hou gewoon van rosé. Sorry voor het schudden.
Ik ga het zoveel mogelijk proberen te vermijden. Ik hou echt van dit soort doosjes. Alle journals zouden in doosjes moeten komen. Oh, mooi. Ik heb ervoor gekozen om vegan leather, of nou ja, nepleer in ieder geval, te kopen. Ik vind dat heel erg fijn van Archer & Olive. En ik zou niet snel weer teruggaan naar stof, denk ik. Ja. Oh, hij is ooit open geweest. En er zit ook, net zoals altijd, een bedeltje van de kerstboom in. Dat is wel grappig. Ik stop hem snel weer terug. Hele mooie grijze kleur is het. En dit is de Tsuki. Oh, ik heb het opgeschreven. Nee, iets met berg. En ik vind hem echt heel erg mooi. Het is een limited edition. Hij heeft 176 bladzijden. Dus eigenlijk wel beter dan die 180. Nou, vrij duidelijke stipjes. En als je een review wil zien. Ik heb ooit al eens een pentest gedaan. Twee lintjes. In die rosé kleur. Nou, niet helemaal, maar wel een beetje die op de voorkant zit. Geen bedeltje. Vind ik jammer, maar moet natuurlijk niet. Ah, de Fuji Sun Edition. Dat staat er gewoon in. Dus dat is altijd fijn. Ze dat ervoor inzetten. Nou ja, en dan kan ik dus gewoon beginnen. En dit is dus de A5. Je moet heel goed oppassen dat je de goede bestelt. Want ik heb ooit de original besteld en dat is deze. En die is dus echt wel een stukje kleiner. Dus daar moet je goed om denken als je bij Notebook Therapy bestelt. Dat je de A5 versie bestelt. Nou, en dit is een stoffen. En deze blijft op zich ook wel mooi. Ik gebruik hem niet zoveel. Omdat het een corona journal is. En nou ja, dit is dus een vegan leather of nepleer of wat het dan ook is. In ieder geval geen stof. Ik vind hem heel mooi. Het voelt heel lekker. Ik kan de hele dag zo overwrijven. Dus die gaat weer terug in zijn doosje. En die mag nog even in de bewaarstand. Want ik heb eerst nog een journal. Heel mooi vind ik deze. De andere. Dit is eigenlijk mijn favoriet. Dus kijken of ik er in het echt ook enthousiaster over ben. Zo mooi als je online wat ziet. Dit is namelijk de Limited Edition Winter. En ik ben dol op zwart. Ook deze. Hey, dit is wel een ander soort kaft dan die andere. Ik kan hem toch nog even bijpakken. Zo. Deze is gladder dan deze. Je ziet het misschien ook in de structuur. Kijk of ik het voor jullie ook duidelijk kan laten zien. Denk het niet. Maar de structuur is anders. Kijk, ik weet niet zo goed of ik het gaat lukken. Nou, dit is heel glad. En hier zit een werkje in eigenlijk een beetje. Dit is dus de Winter Journey Edition. Nou, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Lintjes in het gouden van het logootje. Deze staat aan elkaar vastgeplakt. En er zitten ook wat bladzijden aan elkaar vastgeplakt. Nou, ze zijn dan weer los. Even kijken wat hierin zit. Ah, een sneeuwvlok. Kijk, dat snap ik wel. Bij Winter Edition. Ik gebruik ze niet, maar ze zijn leuk. Nou, en verder is het gewoon... deze heeft gouden randjes, deze niet. Deze is gewoon wit. En dit zie je bij mij op een gegeven moment niet meer, want dan is hij zo dik. Wat moet ik er verder nog over vertellen? 160 grams. 176. Hoe kom ik bij 180 bladzijden van de Archer & Olive? Die heeft er natuurlijk 160. Dus dat zijn er zelfs iets meer. Nou, dat heb ik op zich niet nodig. Maar wie weet... Ik krijg er toch een extra maand bij in, want het zijn mijn 16 bladzijden meer, dus dat zou net niet lukken. En ik wil ook niet 3 maanden in een journal. Maar ik ga ze zeker gebruiken, dan blijft er maar iets meer leeg, dat is niet zo erg.
Dus alle twee geen stoffen omslag, wel net even een beetje een ander werkje erin. En deze heeft dus een rosé-gouden logootje en deze heeft een gouden logootje. Ik vind ze ontzettend leuk. Het enige was dus dat het verzenden zo lang duurde. Maar ja, de kwaliteit van deze boekjes is gewoon hartstikke prima. Denk erom dat je nog wel, als je er twee koopt, ongeveer 8 euro aan inklaringskosten moet betalen. Nou, en ik had die 10% korting, dus dat scheelde ongeveer net weer die inklaringskosten. Dus vergeet die vooral niet te doen. Ik ben zelf ook nog bezig om te kijken of ik ook zo'n kortingscode kan krijgen, maar ze reageren niet echt rap. Dus dat is jammer, maar dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dus wat dat betreft, absoluut een aanrader om er eens eentje uit te proberen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!